Ja, we verlaten deze fantastische plek weer. Het was heerlijk om hier te staan. Echt. We gaan verder. We hebben vandaag met Jaap afgesproken. Dus die treffen we vanavond. En ik denk dat we zo meteen eerst even een dokum stoppen. Dus ja, nieuwe dag. Nieuwe avonturen. Ik zal eens eventjes een beetje over het raam wissen. Nou, tot later. Het is een fantastisch mooi landschap weer hier. Ja, dat stukje Friesland is ook heel mooi. En daar staan we dan, in Dokkum. Even in een Dokkum. Even ergens koffie gedronken. En dan lopen we weer langzaam richting de bus. Maar het is mooi hier. Bo, allez. En daar staan we, aan de overkant. En hier achter ons, daar zien we de molen. En hier, we gaan het Dokkum weer verlaten. Ja, we zijn op het keerpark. Rechts afslaan. Ja. Daarna neem op de rotonde de tweede afslag. Dat is makkelijker met draaien. Na 100 meter neem op de rotonde de tweede afslag. En we gaan op weg naar naar de locatie waar we afgesproken hebben. Hier staat ook een campertje, zie ik. Ook een oudje. Tweede afslag. We zitten op de toeristische route. Kijk hier de buis, dat heeft een muis in zijn poten. Hij heeft een muis gevangen. Ja, en zo te zien leeft de muis nog. Nou ja, dat is de natuur, hè. Maar ja, de scenic route, zeg maar. Kijk eens hoe mooi. Het wordt trouwens meer en meer bewolkt. De voorspellingen zijn zwaar. Grutto. Zware onweersbuien. Met zelfs mogelijk tot zware hagel en dergelijke. Maar ik geloof dat we in dit deel van Nederland vrij gunstig zitten. Dat de meest zware onweersbuien in het zuidoosten en het oosten zitten en dat het noorden en het noordwesten, ja, we zitten toch nou een beetje wel noord-noordwest in het midden van Nederland, noorden Friesland, we zitten ten noorden van Leeuwarden, dus ja, volgens mij moet het hier wel meevallen eigenlijk. Maar we zullen het zien. En dan rijden we zometeen Bartlehiem binnen. Bij de meeste Nederlanders wel bekend als een van de plekken op de Elfstedentocht. Links afslaan. Bartlehiem. En daar zijn we naar op weg. Wijns. Goed is ook aan een kanaal. We zijn er bijna. Ik hoop dat we een geschikte parkeerplaats kunnen vinden aan het water, als het goed is.
dadelijk nog wel ergens moeten afslaan, denk ik. Even terug naar een andere. Na 200 meter rechts afslaan. Ja, oké, dat is ook goed. We hoeven niet terug te gaan naar de radiatie. Dan mogen jullie erbij blijven. Terwijl we aankomen in Wings. Wings. Rechts afslaan. Doe dat. Na 100 meter, u heeft uw bestemming bereikt. En nou, just kijken of we dat parkeerplekje vinden. Hier staat alles vol. Lekker breed geparkeerd, die kleine autootjes. Nou, hiernaast zouden we nog wel kunnen, eventueel. Even kijken. Ik denk dat we dat gaan doen. Even doorrijden, eerst even kijken. Misschien komen we toch nog wel een makkelijke plek tegen. Want daar zat ook een laag hangende tak. En als het zo tekeer gaat, dit is hun eigen parkeerplaats. Dus even kijken, een stukje verder langs de kant. U heeft uw bestemming bereikt. Dit mogen we heen. En die staan zo te zien vol. Parkeerplaats opdraaien en dan hoop ik alleen dat we er straks ook goed uitkomen. Busje. Ja, daar zijn we nog.